Maar toch zijn er ook zorgen. Goede tijden, slechte tijden blijft de zwakste schakel. We zien een langzaam stijgende lijn in de kijkcijfers, in de marktaandelen ook van goede tijden, slechte tijden. Komend voorjaar staan er nog wat verrassingen op stapel en gaan we ook de look and feel van de serie aanpassen.